een droom niet leven. Waarom heel veel kinderen van God niet uit de verf komen, heeft dus te maken, wat we ook hier lezen, met angst. Want hun hart smolt. Hun hart, onze broeders hebben ons het hart doen smelten met de tijding. De mensen zijn groter en langer dan wij. En dat waren ook allemaal wel feiten die werden genoemd. En toch, in plaats van zeggen, yes, dit gaan wij doen met elkaar, zeiden ze van, oh, dit gaat ons nooit lukken. En helaas merken we ook in het Koninkrijk van God, dat heel veel kinderen van God, vanwege angst, trekken ze niet op. Maar blijven ze zitten. Vanwege angst gaan ze niet hun beloofde land in bezit nemen, want angst spreekt luider dan geloof. En daar gaan we dus even wat gedachten over delen. Angst houdt je tegen om je beloofde land, politiek, onderwijs, welzijnszorg, kunst, media, business, economie, om het land in bezit te nemen en je opdracht te vervullen. En daarom zeg ik wel eens, angst is net zoals afwijzing, een moordenaar. Een sluipmoordenaar. Fear is a killer. En daar moeten wij mee afrekenen. Amen. Ik heb die angst ook gekend in mijn leven. En zeker als je dan wordt geroepen om een prediker te zijn terwijl je stottert. Nou, dan gaat er van alles door je heen. En dan heb je gevoelens. Nou, die gieren door je lichaam heen. En je durft absoluut niet uit te stappen. En toch weet je, ik moet uitstappen. Nou, dat is echt, dan moet je de confrontatie met jezelf aangaan. En ik ben heel blij dat ik de confrontatie met mezelf ben aangegaan. Niet alleen met mezelf, maar ook met het rijk van Satan. Ook met de omstandigheden. De confrontatie ben ik aangegaan. En ik hoop ook dat jullie confrontatie aan durven te gaan met de angst die je hebt. Met name die gevoelens die er zijn. Die gevoelens van angst. Van dat alles in je tekeer gaat en het klampzweet breekt je uit en je begint zelfs te bibberen en te beven en klampzweet. Oh, wie heeft dat wel eens meegemaakt? Of ben ik de enige? Wie heeft het nog nooit meegemaakt? Wil ik graag